DASCO. DASCO is, de naam bestaat uit Dasselaar Koeltransport. Ja, DASCO is een logistieke dienstverlener die zich voornamelijk bezighoudt met koeltransporten. We hebben alles in eigen beheer, dat wil zeggen het materieel in eigen beheer, het onderhoud in eigen beheer. Mensen zijn allemaal ook in dienst bij ons. Wij werken weinig met uitzendkrachten, dus we willen echt alles zelf onder controle houden. We zijn gewoon 24 uur per dag zijn we paraat als er storingen zijn. Dus, en in de foodsector is dat gewoon nodig. Binnen het transport waar we ons voornamelijk mee bezighouden is toch een stuk kwaliteit om ons daar te onderscheiden. In Nederland zijn we gecertificeerd. In Duitsland zijn we ook gecertificeerd, met name het IFS. Dat is een hoge certificering. De klant moet wel weten dat zijn goederen op een juiste en een voedselveilige manier vervoerd worden. De DASCO Groep bestaat uit verschillende vestigingen. Eén vestiging zit in Almelo, die zich zaken bezighoudt met internationale transporten. Er is één vestiging aanwezig in Zwolle, die houdt zich hoofdzakelijk bezig met winkeldistributie. We hebben een vestiging in Polen, die houdt zich hoofdzakelijk bezig met transporten binnen Polen en binnen Duitsland. En we hebben een vestiging in Duitsland, die zich hoofdzakelijk bezighoudt met distributie binnen Duitsland. En al deze bedrijven houden zich voornamelijk bezig met koel- en vistransport. Ja, wij zijn natuurlijk de laatste jaren flink gegroeid. We hebben 180 auto's, 250 opleggers, circa 400 medewerkers in drie verschillende landen. Zeker zijn we een koeltransportbedrijf. Dat kan heel breed zijn, maar ons specialisme ligt meer toch in de koelopslag samen met transport erbij. Het hangend vlees, dat is echt gespecialiseerd. Dlaczego DASCO jest specjalistą od transportu mięsa? Wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o dwie rzeczy, które są najistotniejsze. Przede wszystkim o niezbędny do tego sprzęt specjalistyczny, taki jak naczepy hakowe oraz doświadczony personel, który potrafi w odpowiedni sposób wykorzystać zapewniony materiał. I to powoduje, kombinacja tych dwóch elementów powoduje, że można się nazwać specjalistą do przewozu mięsa. Warehousing is een mooie kreet in het Engels. De goederen gaan erin, kunnen tijdelijk opgeslagen worden. Kunnen tijdelijk behandeld worden en zij ompakken of verpakken. Ja, en dan vanuit daar worden ze weer verladen naar de klant toe. Hier bevinden wir uns am Packtisch. Aus fünf verschiedenen Artikeln wird ein Sortimentskarton gepakt. We gaan in de toekomst ook in Nederland en in Polen een warehouse bouwen. Voor de vestiging Almelo zijn we gaan kijken wat het precies zal worden. Maar daar zal ook wat gebeuren met op- en overslag voor de klant om die ook te kunnen ontzorgen. In Polen is op dit moment wel iets concreter qua warehouse. We hebben daar al een tiental klanten die het echt geïnteresseerd zijn om op- en overslag bij ons te doen. Beide om onze klanten in de toekomst nog beter te kunnen ontzorgen en van dienst te kunnen zijn. Wij doen ook een stuk internationaal transport met gebruik van intermodaal. Daarin wordt gebruik gemaakt van de trein om toch de kilometers te reduceren, CO2 te reduceren, maar ook de files proberen tegen te gaan. Vorig jaar hebben we de Lean and Green Award weer opnieuw verdiend. Wij zijn bezig met alternatieve energie, we zijn bezig met LNG-trekkers, daar hebben we al een paar jaar mee, hebben we de nodige ervaring mee. We hebben CO2-koeling op de oplegger zitten. We gaan chauffeurs continu begeleiden bij het brandstofverbruik. Om op die manier ook CO2 te reduceren. Dus ja, wat dat betreft zijn er voldoende zaken om daar in de toekomst meer in te investeren. Winkeldistributie is een aparte tak van sport. Daarin laden wij op DC's de producten wat rechtstreeks naar de winkel gaat. We maken daar gebruik van een control tower, waarin een kwartier voordat we bij aankomst bij de winkel, krijgt de winkel automatisch een berichtje. De auto is met een kwartier daar. Kunnen de mensen daar al de boel opwachten om de goederen te lossen en op die manier zo snel mogelijk de goederen in de winkel te laten komen. Ook voor een groot goederen in Nederland verzorgen wij ook online boodschappen, met name in Twente. Wij krijgen de goederen in Almelo aangeleverd en vanuit daar worden ze in busjes geladen en worden de boodschappen netjes bij de mensen thuis bezorgd. Ja, waarom ben je trots? Kijk, je naam staat op het dak, dat is natuurlijk belangrijk. Ook zie je dat ik natuurlijk het overgenomen heb van mijn vader.
En mijn vrouw die werkt in de zaak en twee jongens die werken al twee in de zaak. Die ook ambitie uitspreken om verder te gaan in de toekomst. Ja, en dat is alleen al mooi om dat iedere dag te zien. Ja, we zijn best wel groot, maar wij proberen ook wel het familiegevoel wel daar te laten waar het eigenlijk hoort. En daar proberen we sterk in te zijn. Gewoon een platte organisatie, gewoon je zeggen, doen wij zegt en doen wij beloofd. Zakelijk gezien ben ik meest trots op hetgeen wat er nu staat op de verschillende vestigingen. En met name ben ik trots op de mensen die daar werkzaam zijn. Die daar hun hart en ziel daarin steken. En ook het familiegevoel van ons terugkrijgen, maar ook ik van hen terugkrijg. En dat maakt het samen mooi.